Ik was 19 jaar toen ik met mijn man Bahram uit Iran vluchtte. Bahram was erg jaloers en wilde dat ik hier in Nederland vooral thuis bleef. Ik was volledig afhankelijk van hem. Ik had fijn contact met mijn buurvrouw Yolanda. Zij kon door de dunne muren heen al onze ruzies volgen. Zij was zelf gescheiden en dat zette mij aan het denken. Wat nou als ik die stap ook zou zetten? Mijn familie zou het een grote schande vinden. Maar wat had mijn vlucht uit Iran voor zin als ik niet mijn eigen leven kon leiden en vrij kon zijn? Na een flinke ruzie besloot ik Bahram te verlaten. Mijn buurvrouw regelde via de wijkagent een plek in de vrouwenopvang. De eerste nacht heb ik alleen maar gehuild. Ik stond er alleen voor. Ik sta inmiddels op de wachtlijst voor een eigen woning. Voor de Nederlandse wet ben ik gescheiden, maar mijn familie gaat niet akkoord met ontbinding van mijn religieuze huwelijk. Ze schamen zich en vinden dat ik de familie-eer heb geschonden. Dat maakt het erg lastig. Ik ben nog steeds niet helemaal vrij. Bahram ziet mij ook nog steeds als zijn bezit. Maar hoe dan ook ben ik blij dat ik ondanks de gevolgen nee heb gezegd tegen het verschrikkelijke huwelijk. Ik ga het redden, stap voor stap. Ook jij hebt recht om nee te zeggen tegen huwelijksgevangenschap. Check rechtopnee.nl